De achteruitrijcamera, die in de buurt van de lichten is geplaatst, is bedoeld om u te helpen tijdens bijzondere verrichtingen door u videobeelden te laten zien van de omgeving aan de achterzijde van uw voertuig. De camera wordt automatisch geactiveerd wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Dit beeld is voorzien van een sjabloon in 3 kleuren om de afstand tot uw bumper weer te geven. Groen geeft een afstand van ongeveer 1,50 meter aan. Geel ongeveer 70 centimeter. En rood 30 centimeter. Ten slotte ziet u blauwe trajectlijnen die overeenkomstig de hoekverdraaiing van het stuurwiel meebewegen. U kunt bepaalde parameters van de achteruitrijcamera vanuit uw EasyLink-scherm aanpassen. Selecteer instellingen, voertuig en tenslotte camera. U kunt dan de helderheid, het contrast en de kleur van het beeld aanpassen of de weergave van het sjabloon in- of uitschakelen. Wanneer de achteruitrijcamera is ingeschakeld, kunt u deze instellingen ook wijzigen met behulp van deze sneltoets. De functie kan alleen goed werken als de camera goed wordt onderhouden en schoon is. Ten slotte is het belangrijk om u te realiseren dat dit een hulpmiddel is en dus geen reden om minder alert te zijn tijdens het rijden. Aangezien de camera u geen volledig beeld van uw omgeving geeft, moet u altijd blijven opletten en voorzichtig zijn, zodat u onder de best mogelijke omstandigheden uw bijzondere verrichtingen uitvoert.